Leuk dat je kijkt. Vandaag laten we zien hoe de Techno Derby werkt. De Techno Derby wordt geleverd in fluitcase met hierin alle accessoires zoals een stroomkabel en haak. Aan de achterkant van de derby stop je de stroomkabel in de derby. Vervolgens steek je de stekker in het stopcontact en de derby zal automatisch aangaan. In het menu kun je een leuk programma selecteren of kun je de lamp gebruiken op soundmodus. Voor de soundmodus loop je door het menu'tje en klik je op enter als je het woord sound ziet staan. Het groene ledje bij sound zal gaan knipperen. Meerdere derby's aansluiten, dat kan door de master slave functie te gebruiken. Gebruik je voor een DMX kabel. Koppel de derby's en schakel de slave functie in op het aangesloten extra apparaat. De derby ophangen, dit kan door middel van de meegeleverde haak aan een buis of ander object vast te klikken.